Dit is de week van de alfabetisering, waarbij we aandacht vragen voor het feit dat ruim 1 op de 10 volwassen Nederlanders moeite heeft met lezen en schrijven. Al die letters zo klein en door elkaar, maar ik moet toch weten of dat er een bijwerking is? Dat leidt tot grote problemen. Mensen kunnen hun recepten niet lezen, mensen kunnen de veiligheidsvoorschriften niet lezen op het werk. Abacadabra. Deze week van de alfabetisering hebben we een aantal lokale activiteiten. En vandaag gaan we kinderen via een toneelstukje laten zien wat laaggeletterdheid kan doen. En je zult denken waarom kinderen leren lezen en schrijven. Dat is een tweeledige reden eigenlijk. Het eerste is het feit dat er altijd wel iemand in de omgeving is die moeite heeft met lezen en schrijven. Het probleem wordt vaak niet onderkend. En omdat we kinderen willen laten zien dat lezen belangrijk blijft. Want je kunt die vaardigheid verliezen. Nou. Weet je waarom? Nee, dat is het. Omdat ik gewoon niet zo heel erg goed was in lezen en schrijven. Anita Ossewaarde als onze ambassadeur en voorzitter van Stichting ABC zal iets vertellen wat het is om laaggeletterd te zijn. Dat maakt meestal heel veel indruk op kinderen als dat door een ervaringsdeskundige wordt verteld. En de wethouder zal iets vertellen over wat de gemeente allemaal doet om te voorkomen dat mensen laaggeletterd worden. Ik heb me aangemeld als vrijwilliger om iets met taal te doen. En toen kwam Taalpunt voorbij en daar ben ik mee aan de slag gegaan. We proberen mensen daar met hun vragen naartoe te leiden. En we proberen het aanbod aan de achterkant te organiseren. Zodat iedereen met een vraag over taal een maatwerkaanbod krijgt. We hebben in allereerste plaats taalmaatjes nodig. Mensen die bereid zijn om gewoon zo nu en dan een uurtje met iemand Nederlands te praten. Zou je dat doen? Natuurlijk! Als ik daar iemand mee kan helpen. Oh, als je dat zou willen doen, je zou er echt enorm gelukkig mee maken! Kom hier! Het moet voor allebei leuk zijn. Het gevolg is dat we hele aardige soort vriendschappen hebben weten te creëren. Mensen die samen in de tuin werken, mensen die samen gaan winkelen, mensen die iets met de kinderen gaan doen. Dat is de bedoeling. De achterliggende reden is natuurlijk dat die mensen Nederlands spreken. Want daar gaat het om. Ze hebben weinig kansen om Nederlands te spreken. Nou, op die manier lukt dat wel. En we gaan door met de bibliotheek op school die we subsidiëren, waarbij de bibliotheek op school een collectie heeft, een leesbevorderingsprogramma en het onderwijs ondersteunt in feite bij het lezen. We bieden ook iets voor volwassenen, want dat is natuurlijk de doelgroep waar we het hier over hebben, waarbij het openbaar het moeite met lezen en schrijven. We hebben cursussen hier in de gemeente Moerdijk, aangeboden door het Kellerbeek College, waar mensen het lezen weer op kunnen halen. Top gedaan! Bedankt! Applausje voor jezelf! Het Taalpunt is een bibliotheek in Zevenbergen gevestigd en is iedere donderdag van 11 tot 1 open en op aanvraag.